Ik sta hier naast Diederik van Silvoud, die net met Arlando NOP derde is geworden in de Riem Aqua wereldbeker kwalificatiewedstrijd. En daarmee zowel Hans als Edward achter zich heeft gelaten. Diederik, hoe ging het vandaag en hoe voelde het? Ik heb ten eerste gewoon super fijn gereden. Het voelde gewoon heel steady en heel safe. En goed, dan neem je wat meer risico en dat resulteerde gewoon in een mooie score. Ja. En had je dat gevoel had je meteen al? Nou, we hebben gisteren natuurlijk al echt een fijne rit gereden en een persoonlijk record. En vandaag voelen we het eigenlijk hetzelfde. Dus ja, dan ga je toch met veel vertrouwen erin en dat scheelt gewoon een hoop. Ja. En volgens mij ging het publiek helemaal uit zijn dak toen je afgroette. Wat voor gevoel geeft dat? Is dat nog extra? Ja, natuurlijk. Als het zo vol zit, is het altijd een kick als iedereen het of mooi vindt. In ieder geval fijn vindt om naar te kijken en dat het gewoon heel enthousiast is. En dat geeft gewoon een kick natuurlijk. Ja. En denk je dat er nog meer in zit? Kan je deze scores nu constant blijven halen het hele jaar door? Of ga je nog hoger? Wat denk je? Wat gaat gebeuren? Nou ja, het eerste doel is om dit vast te houden. En het tweede doel is om het... Ik weet zeker dat het nog hoger kan. Maar het moet ook naar het paard kijken. En op wat voor termijn dat gaat gebeuren, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel... Hij is relatief nog jong. Hij heeft dan wel 2 seizoenen Grand Prix achter de rug. Maar hij is eigenlijk pas 11. En als het goed is, aan het begin van zijn carrière. En ik denk dat het op het goede moment nou de goede kant op gaat. Ja. Dus we gaan nog komende jaren heel veel van jullie samen zien. Ja, dat hoop ik wel, ja. Nou, dat hopen wij ook. En heel erg bedankt en heel veel succes de komende tijd. Dankjewel, graag gedaan.